Welkom bij de vlog over Luang Prabang. Die is dus vanochtend gevallen en heeft zijn schouder gebroken. Nou, dag 2 op de boot. Dat is een ervaring. Vinden we het nee leuk, Nelleke? Nee. Laos is het meest gebombardeerde land ter wereld. Hier zit dus een schorpioen in. De waterval kijken! Ah! Welkom bij de vlog over Luang Prabang. Luang Prabang is een stadje in Laos. Het schijnt super leuk te zijn. Het is een beetje het Hoi An van Vietnam, heb ik gehoord. Oh, leuk. Dus, of het Hoi An van Laos natuurlijk. Mm-hmm. We gaan daar straks naartoe met de slowboat. Die doet er 2 dagen over. Dus we gaan onderweg ergens stoppen. En we nemen jullie mee in de reis daarheen. Ja, ik ben benieuwd hoe de boot eruit ziet. Wel grappig om te vertellen. Wij betalen 400.000 kip per persoon voor de slowboat. Voor 2 dagen, wat echt heel weinig geld is. Maar wel interessant dat 3 weken geleden mensen die we kennen dit gedaan hebben. En die betaalden 300.000 kip. Ja. Wat gewoon, zeg maar, veel minder is. Ja, interessant om te zien dat hier binnen 3 weken gewoon 25% inflatie is geweest. Ja. Het komt voornamelijk, hebben we gisteren gehoord, omdat de benzineprijs ook verdriedubbeld zijn. Ja, klopt. Dus het is allemaal wel begrijpelijk. Nou, wij gaan nu onze spullen op onze rug hijsen en lopen naar de slowboat. Dus we zien jullie on the boat. Nou, na een hele dag, een goede halve dag op de boot, zijn we aangekomen in Pak Beng. Het zal niet heel veel zijn, heb ik ergens het idee. Maar goed, we gaan 1 nachtje slapen, hapje eten straks en dan morgen weer een hele dag op de boot. Morgen wordt ook weer 6 uurtjes, toch, op de boot? Ja, zoiets. Ja. Goedemorgen vanuit Pak Beng. Pak Beng. Wij dachten vanmorgen rustig ontbijten en wel ruim op tijd naar de boot. Want nu hebben ze geen toegewezen plekjes meer en je moet wel een beetje op tijd komen. Wil je niet achter op de boot bij de motor zitten. Maar we kwamen beneden om rustig te ontbijten en wat gebeurde er toen met? Nou ja, gewoon, ik leek wel alsof iedereen van de hele boot er al heen ging. Dus we hebben maar snel ingepakt. Ja, alles stond al klaar. Maar we hebben maar gewoon ontbijt even snel meegenomen. We zijn nu al bij de boot. Ja. We zaten gelukkig dichtst bij de boot van alle hostels. Dus dat was 1 minuut lopen. Dus ik ben heel benieuwd waar we vandaag terecht gaan komen. Het is weer complete chaos. We dachten dat we op tijd waren. Nee, we zitten alsnog helemaal achterin bij de motor. Maar we zijn wel blij dat we überhaupt zitten, want al deze mensen kunnen niet zitten. Waarom ze dit niet? Het is niet heel moeilijk om dit gestructureerd te doen. Nee. Al deze mensen die nu binnenkomen moeten achterop het dek bij de motor op een plastic krukje zitten. Nou, dag 2 op de boot. Dat is een ervaring. Er gebeurt van alles weer. Ja, de boot die stopt de hele tijd. Gaat die keren, gaat die rondjes draaien, gaat die mensen afzetten, gaat die waterbuffels erop, gaat die motor erop, gaat die motor eraf, motor erin, pakketje erop, pakketje eraf. Herrie. We hebben niet echt een idee wat er allemaal gebeurt. Stop op bij de herrie. Nou, we zijn eindelijk aangekomen. De boot. 2 dagen op de boot. Het was oké. Ja. Even boven kijken voor. Nu met de tuk-tuk naar het stadje. Lekker vol. Mogen wij in die? Wat een geluid maakt dit ding, joh. Nou, we hebben bijna nooit problemen met pinnen. In heel Zuid-Amerika niet gehad. We zijn in Laos. Vet veel problemen. We hebben uiteindelijk, na heel veel moeite, deze ATM gevonden.
achter de marktkraampjes. Maar die doet het, dus dat is fijn. Nou, madame. Stef heeft er soms een beetje moeite met netjes eten. En mevrouw doet dan gewoon een wit shirt aan. En een witte blouse. Dus allemaal papiertjes. Ik kan dit. Jullie zullen het niet geloven. Zonder vlekjes er vanaf gekomen. Het is ongekend. Alles zat op de servetjes, dat wel. Die, Het waren maar 4 spetters. Ja, maar... Wel van die rode spetters, dus maar stop gaan. Ivo die heeft dus al inkoop gedaan. Onder andere dit heerlijke drankje. Zien jullie dat? Hier zit dus een schorpioen in. Echte schorpioen. Hij is niet meer levend. Hij is dood gegaan aan alcoholvergiftiging. Matt is vanmorgen heel vroeg opgestaan. Matt heeft wat gewerkt al een paar uurtjes deze ochtend. Ik ben nu even wat dingen aan het regelen voor ons volgende land. Groot geheim, groot geheim. We hebben echt een mega chill hotelletje op Guesthouse. Met een zwembadje. En we vanmorgen daar lekker ontbeten. En we gaan vandaag een beetje chillen. Even een rustig dagje. Na alle hectische dingen. Nou, niet super hectisch. Maar die 2 dagen op de boot waren gewoon... Je doet niet veel, maar het was toch wel pittig. Ik denk dat we vandaag even lekker chillen. We gaan een goede planning maken. Zodat we weten waar we de komende 2 weken aan toe zijn. Inderdaad, want we hebben een vlucht staan over inderdaad 2 weken. Ja. Dus we moeten even plannen waar we nog heen willen hier in Laos. Precies. Matt heeft een mooie scooter gehuurd. Mooie Scoopy. Is dat mijn helpie? Ja. Chill. We gaan even naar het treinstation en naar het busstation. Even tickets kopen voor de volgende plek. Nou, we zijn nu op het treinstation. Alleen, we zijn hier net om 2:10 en tussen 2 en 3 is blijkbaar dicht. Dat is wel heel gek. Er zitten hier superveel mensen, maar het station is helemaal leeg en het is dichtgemaakt met kettingsloten. En tussen 2 en 3 is het blijkbaar dicht. Ja, dus, ja. Nou, een uur van ons leven doorgebracht bij dit verrekte treinstation. Eindelijk bij de balie. En Matt, hebben we tickets? Nee. Je kan alleen maar voor morgen, vandaag, morgen of overmorgen. Ja, maar als je een dag van tevoren komt, ben je te laat, want dan zijn alle tickets al weg. Nou, we zijn toch maar bij een ticket office aan het kopen nu. We zijn de trap aan het oplopen. Wat gaan we doen met? Volgens omgang kijken. We zijn bij de zonsondergang. Het is kapot druk. Vinden we het leuk, Nelleke? Nee. Teleurstelling. Teleurstelling, ja. Maar we zijn er nu toch, dus we gaan nu verdomme in de rij staan ook voor deze foto. We hebben net lekker gegeten, hè, Stef? Kijk met we hebben een leuk gezelschap. De wat leuk. Lekker biertje erbij. Proost. Sabaydi. Sabaydi. Wij zijn een beetje vroeg op. Het is 8:00 's ochtends. We gaan nu met de scooter naar de watervallen. Dat schijnt echt een van de grotere highlights in Laos te zijn. Het is een uurtje scooteren. Het is nog een beetje fris, maar het is overdag wel echt super warm hier. We zijn nu dus in het park van de watervallen. En we hebben het entree betaald. Dat was hoeveel met? €1,70 per persoon. Dat is echt geen geld. Het park doet ons een beetje denken aan Manuel Antonio in Costa Rica. En daar betaalde je iets van, wat was het, €30 voor of zo? Ja. Dus wel grappig. Gisteren hadden we een beetje een baaldag, maar we hebben wel leuk afgesloten. We hebben lekker gegeten met Lisette en Robert-Jan. En daarna nog met onze Nederlandse Laos Matties een drankje gedaan. Dus het was toch wel een leuke dag gisteren. Ja. En nu gaan we naar deze waterval kijken. We zijn begonnen aan een of andere trail. We zijn weer in de jungle. Aan dieren spotten. Mooie vlinder. Een mooie vlinder. Hopelijk geen apen. Ik heb een slot gevonden. Een slotje. Wat?
Nou, we zijn dus helemaal naar boven gelopen. We dachten we kunnen hier boven de waterval kijken, maar het is alleen maar vies bruin water. En niks eigenlijk. Ja, wel een mooie bomen. We hadden iets anders verwacht eigenlijk. Mooiere uitzichtpunt ook ofzo. We zijn bezig met de weg terug, maar het is zo glad om naar beneden te komen. Dus we hebben maar onze schoenen uitgedaan en gaan op onze blote voeten, want dan heb je iets meer grip. Zo, we zijn weer bij de scooter. We hebben lekker even bij de waterval gechilled. Was leuk, superleuk, heel mooi. Het loopt niet naar boven, maar voor de rest... Ja, we zijn helemaal naar boven gelopen. Dat was een beetje zonde, want er was eigenlijk niet veel te zien daar. We gaan nu weer terug scooteren. Gaan we nog even langs een heel leuk plekje. We zijn lekker aan het lunchen op dit superleuke plekje. Onze friends, Nelleke en Jasmijn zijn er ook weer. Ze achtervolgen ons overal met. Rennen. Het is wel elke keer dat jullie ergens eerst zijn. Dus het voelt wel echt zo van... Oké, zijn we maar... Nee. We hebben de scooter weer ingeleverd. Dat ging allemaal top. Dit was ook een van de eerste keren en ook enige keer eigenlijk dat ik mijn paspoort als onderpand, als borg heb achtergelaten. En ik moet wel zeggen dat ik het gisteren... vond ik het soort van niet zo erg, maar ik werd er vandaag toch wel een beetje zenuwachtig van. Want dan is het toch een beetje zo'n sketchy scooterzaakje. Dus ik had er een beetje slecht van geslapen zelfs. Dat ik dacht, het komt eigenlijk ook altijd wel goed. Maar ik heb er toch een niet zo'n chill gevoel had ik ervan. Maar we hebben dus net toen we de scooter aan het inleveren waren, kregen we een berichtje van onze reisvriend Ivo. Die had ook een scooter gehuurd. Die is dus vanochtend gevallen en heeft zijn schouder gebroken. Die is dus hier naar het ziekenhuis geweest. Die wordt vanavond overgevlogen van Laos naar Thailand. Dus die vliegt naar Bangkok. En waarschijnlijk moet hij daar geopereerd worden of iets dergelijks. En dan terug naar Nederland. Dus ja, hij was net anderhalve week begonnen met zijn reis. Dus ja, zijn reis zit er voortijdig op. Gelukkig, het had altijd slechter kunnen zijn. Maar ja, super kut. Maar dat heeft ons wel weer even op scherp gezet. Van, als je scooter rijdt hier, ongeluk zit hier echt in een klein hoekje. We zijn nu onderweg naar Ivo, want die kan helemaal niks. Dus we gaan hem even helpen met zijn tas inpakken en zijn was nog even ophalen. En kijken wat we voor hem kunnen doen. Nou, Ivo is helemaal ingepakt. Klaar voor zijn vlucht morgen. Hij heeft zijn paspoort terug. Dat geld betaald aan de scooterwinkel voor veel de schade. Veel te veel, maar ja, weet je, paspoort terug. Ja, je wil je paspoort terug. Dus, wij lopen nu over de nightmarkt, terwijl het nog niet echt night is. En we gaan zo even ergens wat eten. En dan gaan we... Een beetje op tijd naar bed, want we gaan morgen vroeg door. Leuke schorten, allemaal vet mooie schalen. Ze hebben echt hele leuke dingen hier. Maar ja, kunnen niet meenemen. Mooie pantoffel. Ik vind deze tasjes ook zo leuk. We waren op weg naar een Aziatisch tentje. En toen zagen we deze sportsbar. En we hadden allebei heel erg veel zin in even niet-Aziatisch eten. Hoewel we Aziatisch eten super lekker vinden. En we zitten, we hebben uitzicht op de hoek. Waar Ivo uitgegleden is en zijn schouder gebroken heeft. Zijn back on the crime scene. Het is een beetje donker, dus jullie zien mij niet zo goed. Sorry. Het is kort voor zes ongeveer. Ik loop nu in mijn eentje richting, richting het centrum eigenlijk. Want ik ga kijken naar Takpad. Dat is een ritueel waarbij monniken elke dag 's ochtends vroeg door de straat lopen. En allemaal giften, allemaal vooral rijst en ander eten krijgen van de lokale bevolking. En dat doen ze omdat vrijgevigheid in het boeddhisme een belangrijke pijler is. En dit doen de monniken elke dag. Het schijnt super mooi ritueel te zijn. Maar het schijnt in Laos ook een beetje overhype te zijn. Waardoor er super veel toeristen zijn die daar een beetje respectloos mee omgaan. Hé, hier ligt. Ik ben heel benieuwd.
Wij zijn zo klaar om met de bus te gaan naar Nongkia. Nongkia? Voor nu gaan we weg uit Luang Prabang. Maar daar komen we wel weer terug. Nou, dan sluiten we die vlog definitief af. Tot over 3 of 2 dagen weer. Tot dan. Wij zijn weer terug in Luang Prabang. Even een uurtje bij het zwembad gezeten. En nu zijn we op weg naar het Bommenmuseum. Dat kregen we als tip van iemand. Dus dan gaan we nu even, en daarna gaan we nog bij het paleis kijken. Koninklijk Paleis. Uxo zijn onontplofte bommen. Wat weinig mensen weten is dat Laos een van de meest gebombardeerde landen ter wereld is. En daar gaat dit museum over. Er liggen dus nog steeds heel veel bommen in Laos die niet ontploft zijn. Wat niet zo heel erg bekend is, wat wij ook echt niet wisten, is dat Laos is het meest gebombardeerde land ter wereld ooit. Tussen 1964 en 1973 heeft Amerika 240 miljoen bommen op Laos gegooid. Op dit moment is de schatting dat daar 80 miljoen bommen van nog steeds niet ontploft zijn. Elke 2 weken komt er hier nog in Laos iemand om, omdat hij op een bom stapt. Wat ook wel heel sneu is, is dat er is ook gewoon nog steeds heel veel armoede in Laos. En er is een hele ondergrondse markt voor het metaal die in bommen zit. Dus er zijn nog best wel veel arme mensen op het platteland die dus actief op zoek gaan naar de bommen en om die te kunnen verkopen. Want voor een grote bom kunnen ze ongeveer $200 krijgen. En dat is ongeveer 2/3 van het jaarsalaris van bijvoorbeeld een leraar. Wel heftig om te bedenken dat mensen nu nog steeds actief op zoek zijn naar bommen en onder andere kinderen die actief op zoek moeten naar bommen. Op Laos zijn meer bommen gegooid dan tijdens de hele Tweede Wereldoorlog. Ook wel interessant is, ze hebben ook wat andere technieken geprobeerd hier. Ze hebben ook bijvoorbeeld bleek uit vliegtuigen gegooid. Maar ze hebben het ook wel eens gedaan dat ze heel veel biertjes uit het vliegtuig hebben gegooid. Echt? Ja, en dan hoopten ze dat ze dat allemaal ging opdrinken, dat ze tering dronken werden. Echt? En dat ze dan zichtbaar werden en ze konden pakken. Ja. We lopen nu naar het paleis. Dit is niet het paleis. Dit is een ander mooi gebouw, maar ze hebben echt vet veel mooie gebouwen hier. Oh. Nou, we waren er om 4:10. Sluit om 4:00. Stond overal op internet. Maar de deur sluit blijkbaar om 4:30. Dus we kunnen niet van dichtbij. Maar we hebben hier een bankje gevonden met mooi uitzicht erop. En is eigenlijk denk ik net zo mooi. Want we wilden toch niet naar binnen, want daar moet je voor betalen. En vaak boeit de binnenkant ons niet zoveel. Alle marktverkoopmannetjes en vrouwtjes die zijn hun spullen aan het klaarzetten voor de night market. En wij gaan even een massage zoeken. Hebben we wel zin in een voetmassage. Oh, we hebben net zo'n lekkere voetmassage gehad. We lopen nu over de Bamboo Bridge. Die staat er maar 6 maanden per jaar, want de andere 6 maanden staat het water te hoog en is de stroming te sterk. Want we willen naar de andere kant van het water komen, naar een plekje om de zonsondergang te kijken. En de Bamboo Bridge is een stuk sneller. Het is vandaag een hele mooie dag, want mijn moeder is jarig. Dus we hebben een cocktailtje besteld om mijn moeders verjaardag te vieren. Mami, gefeliciteerd. Ik mis je heel erg. We gaan de bekende brug van Luang Prabang op, waar je met de scooter, kijk, je kan hier niet met de auto overheen. Er zijn gewoon 2 banen voor scootertjes. Chaos. Ja, wij zijn er een keer overheen gegaan, dat is wel spannend. Ja, Matt vond het niet zo leuk om overheen te rijden, maar er is aan de zijkant dus een loopstuk. Maar ik vind het best wel eng. Oh, dat ziet er echt heel instabiel uit, Matt. Alles ligt los. Oh, mijn goede. Oké, ik ga even focussen. Oké, bijna op het einde. Het is oprecht heel eng. Wat gebeurt hier allemaal, Matthew? Ik ben Ja, we gaan straks met de trein naar Vang Vien. En dat is een hele fancy-ass trein aangelegd door China.
En daar mag je geen spuitbussen mee. Ik denk dat we Luang Prabang gaan afsluiten hier, hè? Ja. Wat vond je ervan? Erg leuk. Ja. Langer kunnen blijven. Zeker. Het was een leuke stad. Ja. Er is ook best wel veel dingen te doen. Oppassen met scooterrijden, maar voor de rest vond ik het erg leuk. Ik vond de waterval leuk. We hebben genoten hier. Ja, niks te klagen. Ja. Nou, tot in Bang Yen. Tot in Bang Yen. Like en subscribe. Nice.